Dames en heren. Mag ik praten dames met je hier? En heren, goedenavond. Fijn dat u in zulke grote getale aanwezig bent. Ik ben Jaap Griensven, wethouder van Lillegom. Namens de VVD allemaal hartelijk welkom. We hebben een boeiend onderwerp, dat zie ik aan uw komst. Dat weet ik ook van het onderwerp. In mijn portefeuille zit ruimtelijke ordening. We gaan het vanavond hebben over Hillegom Noord. Hillegom Noord is een heel interessant gebied. Daar zitten een aantal projecten in die op dit moment onze aandacht vragen. Patrimonium, renovatie, is veel over te doen. Maar in ieder geval heeft veel aandacht. We hebben te maken met een grote ondernemer daar. Die zijn bedrijf wil uitbreiden en wil verplaatsen en misschien wat huizen wil bouwen. Lommers-Uitendaal. We hebben sportvelden, eigendom van de gemeente Hillegom, die wij willen ontwikkelen nu CISO ophoudt te bestaan en wij de sport gaan concentreren op de zanderij. En met de opbrengst van die velden ook dat kunnen faciliteren, zal ik maar zeggen. En met die ontwikkeling van die velden moeten wij ook nog over nagaan denken. Het komt vanavond ook nog, geloof ik. Jullie hebben er in ieder geval ideeën over, laat ik het zo maar zeggen. Maar wij als gemeente willen daar in ieder geval mee. En natuurlijk de eigenaar van de Kwaak en de architect die ons vanavond iets gaan vertellen over hun plannen. De ontwikkeling van het oude, of nog steeds in gebruik zijnde, industrieterrein van de Kwaak. Want jullie zijn nog steeds aan het werk daar. Gelukkig wel. Wij hebben daar inderdaad onlangs een kadernota over aangenomen. Een kadernota, dat is dat je met elkaar bedenkt van waar moet het aan voldoen. En wat zijn de normen en de grenzen en de regels en hoe willen we dat het eruit gaat zien. We hebben in die kadernota ook gezegd, we willen het met elkaar bekijken. Maar al die projecten los van elkaar moeten de kans krijgen om te ontwikkelen. En daarmee is eigenlijk ook voor jullie eigenlijk nu het licht op groen. Omdat je ook op eigen tempo daarmee in de gang kunt gaan. In relatie tot andere zaken waar je over gaat praten. Maar je hoeft niet op elkaar te wachten. En dat is denk ik een belangrijke doorbraak. Naast de andere belangrijke doorbraak dat de provincie heeft gezegd. In de komende eerste herziening provinciale structuurvisie. Dat gaan ze de 23e doen. Stellen wij voor om toe te staan dat dit bedrijventerrein tot woningbouw mag worden getransformeerd. Kortom, erg interessant, heel actueel en heet van de naald en uit de eerste mond, nietwaar, geef ik jullie nu graag het woord. Voor de orde verder, de koffie is u aangeboden door de VVD. Alle andere drankjes worden u aangeboden door Flora, maar daar is dan een kleine rekening bij. Vragen denk ik. Ik denk toelichtende vragen tussendoor. Maar ruimte voldoende voor na de presentatie. Na de presentatie. Een half uur om daar gewoon met elkaar over in gesprek te gaan. Ik wens ons een hele plezierige avond aan jullie. Ja, voor degene die het nog niet weet. Ik ben Albert van der Kwaak. En beheerder en mede-eigenaar van het onroerend goed van de familie. Er is mij gevraagd door de VVD om vanavond een presentatie te houden van ons plan woon-werken ten aanzien van het gebied wat wij willen ontwikkelen van het onroerend goed van de familie. Ja, en dat gaan wij doen. En dat doen we dan samen met Robert Leibers, onze architect. Ik wil toch even terug in de historie een klein beetje van ons bedrijf. Mijn opa is gestart met een vervoersbedrijf met paard en wagen in 1922. Die man had al durf genoeg en die liet ook al het woonhuis, wat er nu nog is, het ouderlijk huis, liet hij daar bouwen. Patrimoniumstraat. Mijn vader die nam het over in 1931 en kocht toen direct al een vrachtwagen, de Chevrolet 1931, die we nu nog in perfecte staat in ons bezit hebben en die vaak mee mag doen met het bloemencorso, omdat ze hem wel eens voorbij rijden. In de loop der jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een zeer groot familiebedrijf met wel meer dan 75 vrachtwagens. Waarbij we als bedrijf ook vanaf de Patrimoniumstraat geleidelijk via oostelijke, westelijke en zuidelijke richting meer grond in gebruik hebben genomen om dus tot aan de Horstendaallaan te raken voor onder andere onze logistieke gebouwen, onze onderhoudsgebouwen, parkeerplaatsen en kantoorgebouwen. Het bedrijf en de familie heeft altijd op goede voet gestaan met de bewoners van Patrimonium. Er is nimmer een conflict ontstaan waardoor de uitbreiding ook nooit een probleem is geweest. En als er iets was binnen de werkende organisatie werd het altijd keurig opgelost.
Er zijn zelfs buurtfeesten bij ons op het terrein weten te houden. Zoals na de renovatie van Patrimonium, dat er een groot feest is geweest en dat het hard ging regenen en dat wij alle minuut het bedrijf en de gebouwen ter beschikking hebben gesteld. De familie heeft eigenlijk altijd het contact met de maatschappij hoog in het vaandel gehad. In de jaren 2000 verkregen wij de informatie van de politiek dat de transportbedrijven bij voorkeur buiten de dorpskern gehouden moesten worden en vrijwillig gecommuniceerd konden worden met de gemeente om uit te plaatsen. Als maatschappelijk betrokken bedrijf hebben wij mede het initiatief toegenomen om nabij de N207 een transportcentrum te stichten. We kregen alle neuzen van de transporteurs de juiste kant op. En we wilden daar eigenlijk de kans geven van alle Hillegomse transportbedrijven daar een vestiging te gunnen. Met eventueel aanverwante bedrijven zoals technische bedrijven. Hier ziet u dan even het plaatje waar we toen mee bezig waren. Gezamenlijk kantoorgebouw, er is toen overal over gesproken. Er zijn veel meetings geweest. We hebben ook daar met IRA en met de gemeente over gesproken. Er is best wel veel aan vooraf gegaan. Het was dus eigenlijk wel een heel leuk plan. En ik denk dat u hier ziet waar we ongeveer dachten de grond te kunnen hebben. Dat was naast de steenfabriek tegenover de 207. Jammer genoeg is dit plan nooit tot uitwerking gekomen en is dat nooit tot realisatie kunnen komen. In 2003 verkochten wij het transportbedrijf aan Jan de Rijk. Het onroerend goed bleef echter in het bezit van de familie. De opstallen werden verhuurd aan Jan de Rijk, als ook tussentijds en later aan diverse bedrijven, waaronder onder andere het transportbedrijf van mijn zoon Albert Junior. Na het niet doorgaan van het transportcentrum nabij die 207, heb ik mede namens de familie het plan opgevat om Hillegom Noord een beter en mooier aanzien te geven. Wij hebben ruim 2,5 hectare grond in ons bezit in Noord-Hillegom. En na gesprekken met de naaste buur, Piet John, oftewel Evers, kwamen wij erachter dat we dus over 3,5 hectare misschien konden gaan praten om te herontwikkelen. In 2004 hebben wij Marcel Steenbergen en Robert Rijbers opdracht gegeven om naar ruim 3 hectare te gaan kijken ten aanzien van de ontwikkeling voor bebouwing, woningen, CQ, ontwikkeling. Een aantal opties zijn er uitgewerkt en het resultaat is geworden een woon-werken programma waar we straks iets van laten zien. Daarnaast is er ook een onderzoek uitgevoerd naar het aantal arbeidsplaatsen in de Horstendaal in 2005. En het aantal te verwachten arbeidsplaatsen na de transformatie naar het gebied waar wonen en werken wordt gerealiseerd. U weet dat de provincie misschien daardoor wel heel veel aandacht aan schenkt. De planvorming heeft ook geresulteerd in een aanpassing van de structuurvisie van de gemeente Hillegom, waarin wonen en werken werd vastgelegd. Dit is begin verleden jaar gebeurd. Mede op het verzoek van de gemeente Hillegom is vervolgens vorig jaar een masterplan Noord-Hillegom opgesteld, waarin tevens wij, de gemeente Hillegom met de CISO-terreinen, Lommerse Uiterdaal en Stek zelf in participeerden. Het masterplan is daarnaast opgesteld door het stedenbouwkundig bureau SRO, wat heeft geresulteerd in het thans voorgestelde kadernota van Noord-Hillegom. Als familie zijn wij daarnaast best trots op, omdat ons initiatief van Hillegom Noord mooier te maken nu is vastgelegd in een kadernota
die als uitgangspunt gebruikt gaat worden voor het uitwerken van de plannen woon-werken. Wij willen nu de stand van zaken van ons plan presenteren en hopen dat de realisatie van het plan woon-werken gerealiseerd kan worden, waardoor Hillegom Noord een mooie aanvulling kan worden op de behoefte van binnen Hillegom grondgebonden woningen te verkrijgen, met startende ondernemingen een kans te geven die ze in kleinschalige bedrijfsvestigingen nabij een woning kunnen vestigen. Dames en heren, in die kadernota staan natuurlijk een aantal uitgangspunten. Ik heb daar net datgene uitgehaald wat volgens ons het veelzinnigst is. U ziet hier het plangebied met de diverse onderdelen erin. Hè. Dus om even voor duidelijkheid te geven, Van der Kwaak zit hier. Hier zit Evers, Patrimonium als woonwijk en boven voornamelijk Lommerse Uitendaal. Patrimonium is in dit plaatje nog echt een enclave. Wanneer Van der Kwaak verdwijnt en je zou daar een nieuwe ontwikkeling maken, dan zouden aan de zuidkant van Patrimonium in de eerste plaats mogelijkheden zijn. En doe je datzelfde voor Lommerse Uitendaal, dan zou je dus die wijk verder kunnen ontwikkelen. Kan het in omvang toenemen en kunnen ook de sportvelden die daarbij liggen ontwikkeld worden als woonwijk. Die kadernota is er, die ziet u linksboven. Dat zijn globale afspraken van de richting die die ontwikkeling uitgaat. Er is een studie van een verdichting van de invulling van de sportvelden. En er is een verkavelingsstudie voor het terrein van der Kwaak. Hier ziet u dat terrein van der Kwaak. Het bestaat op hoofdlijnen zeg maar uit een soort uitbreiding van Patrimonium. En uit de strip, wou ik zeggen, maar die komt zo. In ieder geval, de strip is een gebouw wat tamelijk lang is en wat een bepaalde functie heeft, naast dat daar zelf weer functies in zitten. U ziet hier een milieukaart. Die paarse vlekken die er staan, die een soort ronde vorm hebben, ze hebben een soort cirkels zijn die aan elkaar gelinkt zijn, geeft een beetje de invloed weer die bedrijven hebben voor het gebied wat we gaan ontwikkelen. U ziet het hier boven als één paarse vlek. Dat is de situatie die geldt als Van der Kwaak niet zou meedoen. Dan zou je met andere woorden helemaal niks kunnen ontwikkelen daar. Wanneer dat terrein van der Kwaak wel meedoet, dan zie je dat we aan alle kanten op een redelijke wijze zouden iets kunnen gaan doen. U ziet hier ook een dikke rode lijn staan. En dat is zeg maar een soort bufferzone tussen de bedrijven die ten zuiden van dat gebied zitten. En die bufferzone die moet er dus mede voor zorgen dat je daar iets kan ontwikkelen. En die bufferzone hebben wij genoemd de strip. Het aardige van die strip is dat hij dus heel veel doet. Nou kan je natuurlijk op heel veel verschillende wijzen kan je zorgen dat je het ene van het andere scheidt. Dat kan je op deze manier doen zoals we dat vaak zien langs de snelwegen. Maar dat is natuurlijk een minder aardige wijze van scheiden. Je kan het natuurlijk ook doen met prachtige muren zoals er zijn, zoals men vroeger maakte. Resten eigenlijk soms ruïnes van een kloostertuin waar misschien vroeger een kerk stond, of een hele kerkruimte met aangrenzende patio's. Er zijn eigenlijk, als je goed kijkt, heel veel verschillende vormen van die muren. We kennen natuurlijk een hele lange muur in China, maar ook de Engelsen die hebben de Hadrian Wall. En dat is de muur tussen de Engelsen en de Schotten. De Romeinen bouwden die en die verloopt dus helemaal volgens de grens tussen Engeland en Schotland. We kennen tegenwoordig ook in dat soort muren, zal ik het maar even noemen, ook functies die daarin worden opgenomen. Langs de A2 bij Utrecht zit een autoshowroom verpakt zeg maar in die grens tussen aan de ene kant het wonen of het werken wat mensen doen en aan de andere kant de snelweg die toch een hoop herrie maakt. Er zijn ook hele oude voorbeelden van. In Amersfoort kennen we de muurhuizen. Die staan er al sinds de middeleeuwen. Er was een prachtige stadsmuur. En mensen in die tijd grepen het aan om hun woningen tegen die stadsmuur te gaan maken. De muurhuizen. Je kan ook zeggen van, als we normaal gesproken naar een plan kijken,
dan zou je dat kunnen opvatten als de buitenkant. Hè? We hebben altijd doosjes erin, woningen of rijtjes woningen die aan de buitenkant bekeken worden. Maar ik zou natuurlijk ook kunnen zeggen, kan je dat nou niet omdraaien? Kan je niet zorgen dat er een hele blinde buitenkant is en dat je als het ware een jas binnenste buiten keert en dat je een entreezone krijgt, een gebouw waar je in komt, wat de poort is tot alle functies die er zijn. Wat zorgt voor het daglicht wat erin is. Een methode van de architectengroep Saraguka in Japan. Dat komt ook een beetje uit de stedenbouw die men daar vaak deed. Die traditioneel in Japan aanwezig is. Waarbij men alles heel laag houdt. 1 of hoogstens 2 lagen. En dan zorgt voor een hele dichte pakking. Terug naar onze strip. De strip levert een muur. Die muur zorgt voor een rustig woonklimaat. Want zonder die strip kunnen daarachter geen mensen wonen. Maar die muur is niet zomaar een muur, want in die muur leven en werken mensen. We hebben het verdeeld aan 2 kanten. We hebben gezegd, als we een muur willen maken, een scheiding willen maken tussen één en het ander, dan moet die scheiding ook aantrekkelijk zijn. Dan moet het klimaat daar ook aantrekkelijk zijn. We hebben een woonzijde en een werkzijde. U ziet aan de onderkant hier de woonzijde en aan de bovenkant de werkzijde. Het is dus een blok wat aan 2 kanten een straatje heeft. Aan de bovenkant is het een soort expeditiestraatje, zoals we wel kennen uit winkeloplossingen uit de jaren 50, 60. Had je vaak aan de voorkant winkels en aan de achterkant, daar kwam de voorraad voor die winkels aan. Zo'n expeditiestraatje ligt hier aan de zuidkant. Aan de noordkant ligt eigenlijk de woonwijk. U ziet hier, patrimonium liggen. En hier ziet u de strip. En hier is dat nog een keer omgedraaid. Hier zit patrimonium en hier zit dus zeg maar de meer industriële zone die daarachter ligt. We willen het ook aantrekkelijk maken. We willen dus geen soort restruimte maken. Want als je iets afsluit met een muur, dan lijkt het altijd op dat aan de ene kant van de muur het leven misschien prettig is en aan de andere kant niet. We willen natuurlijk ook zorgen dat beide kanten een functie hebben en iets hebben waar je naar kan streven. De expeditiekant die herbergt aan de onderkant vooral dingen die toegankelijk zijn met de auto. Je kan daar voorraad, je kan daar lossen, laden. Eventueel kan daar een vrachtauto komen. En we maken een tweede vlak waarin tuinen zijn, verblijfsruimte van mensen zijn. Waar mensen kunnen wonen, waar mensen kunnen bezig zijn. Zo'n woning steekt dan ook soms wel door die muur heen. En dan moet zo'n woning dus aan één kant een soort dove gevel hebben. Dat is een gevel waar eigenlijk geen herrie door naar binnen kan dringen. Door een structuur te maken die relatief smalle en diepe woningen biedt, kan je zorgen dat deze mensen, bijvoorbeeld zo'n woning als hier, een prachtige zijkant heeft met een gevel waar je naar buiten komt en waar je ook de mogelijkheid hebt om een tuin te kunnen maken. Die muur zal openingen hebben. Misschien zit daar glas in of misschien kan je daar op een bepaalde manier doorkijken. Er zullen kortsluitingen zijn door die strip heen. Er zullen mogelijkheden zijn dat je als voetganger van de ene kant naar de andere kant loopt. Maar nogmaals, je moet iedere keer zorgen dat die scheiding dat die voor een deel mogelijk is. En voor een ander deel dat je ook kan zorgen dat er een koppeling is tussen die beide werelden. Zodat het niet een soort onderwereld wordt en een bovenwereld. Aan de woonkant. Dit is dan de werkkant, de expeditie, laden lossen en de woningen die je dan dicht moet maken, waar je moet zorgen dat die geen hinder daarvan hebben. Aan de woonkant kan je natuurlijk naast het wonen zelf ook nog een aantal rustige functies, bijvoorbeeld een showroom of een kantoortje hebben van dat werken. Nou, dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment dat het geschikt blijkt voor veel mensen. Wij zijn natuurlijk ook gaan zoeken van, waar moet je in Hillegom denken aan wat voor soort mensen je daar wil huisvesten en wil zorgen dat ze daar ook hun bedrijfje hebben. Nou, we hebben wel eens gezegd, je kan bijvoorbeeld denken aan een stratenmaker. Een stratenmaker is vaak een kleine ondernemer, een zzp'er, die dan koffie zet. En
die mensen doen vaak naast het gewone werk in een soort loondienst zichzelf verhuren aan wat grotere aannemers. Hebben ze ook vaak wat kleine klussen in het maken van sierstraatwerk voor tuinen. Nou, zo'n soort stratenmaker stellen wij ons dan voor. Die heeft een klein voorraadje daar nodig. Die moet er misschien een soort aanhangwagentje kwijt kunnen. En die heeft behoefte aan een showroom, zodat de klanten, als die klantenringen een beetje gaat lopen en hij krijgt wat meer klanten, kan hij die klanten daar uitnodigen en dan kan die mensen laten zien wat voor mooi sierstraatwerk hij kan maken. Voor zo iemand zou het ideaal zijn. Die heeft relatief weinig ruimte nodig en een relatief goedkope woning, omdat het een startende ondernemer is. Nou, voor die twee zaken willen we zorgen. Je kan ook bijvoorbeeld denken aan mensen, en dan denken wij bijvoorbeeld aan een pianostemster in dit geval. Iemand die een huwelijk heeft met kindertjes, maar nog zelfstandig ondernemer daarnaast is. Die man die gaat misschien werken, die heeft misschien een baan gewoon in loondienst. En die vrouw is begonnen met het stemmen van piano's. Daar kwam ook een beetje lesgeven bij, dus ze geeft ook aan mensen les piano spelen. En ze kwam natuurlijk wel eens een keer een vleugel tegen. Mensen hadden daar geen ruimte meer voor, dus ze kocht ook wel eens een vleugel in of een piano. Nou, dat is ook iemand die baat zou hebben bij een relatief kleine ruimte. Denk maar aan ruimtes van 35, 50 of 60 vierkante meter. Relatief klein, betaalbaar, met een woning erbij, zodat je die twee dingen bij elkaar kan doen. Terwijl die vrouw bijvoorbeeld les geeft of mensen rondleidt in haar showroom, kan ze toch nog op redelijke wijze het oog houden op spelende peutertjes bijvoorbeeld. Dat die samenhang die er zou kunnen zitten, die iedereen wel kent als die gaat nadenken in zijn vrienden, kennissen die hij heeft. Dan zie je dat, en we denken met name voor dorpen, dat gewoon iets is waarmee je mensen een extra kans zou kunnen geven. En die kans die is er nu niet. Er staat wel heel veel leeg, maar het zijn meestal hele grote ruimtes. En juist voor dat soort hele kleine ontwikkelingen, dat kleinschalige ontwikkelingen zijn er niet. Dus wij geloven erin dat we aan de programmatische kant iets kunnen doen. En als laatste natuurlijk weer terugkerend op het idee van die muur. We zijn ook functioneel. Want die woonwijk die daar komt, die uitbreiding van Patrimonium, is eigenlijk alleen pas mogelijk als wij die strip bouwen en we zorgen voor die afscheiding met het industriële deel wat er ten zuiden van. Ja, ik dank u voor uw aandacht.